Rietcafé! Yay. Vandaag gaan we weer zo'n challenge doen met de rietjes. Ja, met de rietjes, hè? Dus ja, dan gaan we gekke drankjes doen, maar wij weten niet wat erin zit. Alleen jullie kunnen het zien en wij moeten dan. En alleen ik kan het zien als ik aan de beurt. Ja, het is kies niet het verkeerde rietje challenge. Ik heb een groen rietje, Helen heeft een geel rietje en Helen heeft een blauw rietje. En ja, dus er kunnen steeds maar 2 rietjes in, want degene die dus niet gaat drinken, die moet het vieze drankje maken. Ja. Voor de andere 2 dan, en hè? Ik begin, dus jij mag hem hier zo inzetten en jij die moet maar even hier neerzetten. Ja, dan moet ik dus gaan kiezen waar ik hem erin ga doen. Dan hangt het vanaf waar jij het vieze drankje gaat neerzetten. Dat kan ik natuurlijk niet zien. Nee, jullie gaan naar de gang. Ja, nou ik loop met jou mee. En dan mag jij een vies drankje maken samen met mama. Ja, maar jij... En dan gaan we Helen en ik gaan niet kijken waar jij hem in gaat zetten, ja? Ja. Oké, nou, gaan we beginnen dan? Ja. Ja, oké. Heli, jij blijft hier zitten. Mama, kom je? Ja, we gaan een vies drankje maken. Heli gaat het rietje ondertussen opeten. Oké, Helen. Dus gewoon het drankje... Zo'n drankje combineren. Nou, ik zou wel gewoon eentje kiezen, ja? Welke wil je doen? Deze? Oké, dus dit wordt het vieze drankje. Kijk, ik zal even laten zien wat het is. Hier, het heet... Nee, niet opnoemen, ik kan het horen. Oh, ja, oké, maar ja, je weet natuurlijk niet of je het krijgt, hè, Heli? Nee. Nee, dat weet je niet. Dus ik moet zo meteen de camera niet omhoog klappen, zodat we niet zien. Oké, dus deze, dat wordt de vieze. Ja. We ruiken eraan, we gaan ruiken. Smeer, ruiken. Ja, smeer. Oh, nou. Ik weet niet. Ga lekker met spuugbekertjes mee en waterbekertjes. De eentje waar water in zit en de andere waar je het niet kan uitspugen. Ja, oké. Oké, dat wordt de andere. Die gaat er dan onder. Zo, kun je het hier kun je het in uitspugen, hier kun je het uitspugen. Ja, oké, dat is dan de vieze. Dan ga ik even de camera nu neerzetten en dan gaan Heli en ik weg. Zodat wij niet weten waar jij de vieze in zet, ja? Ja. Oké. Heli, jij moet kiezen in welk gaatje ga jij het rietje doen. Dus uit welke kant ga jij het in? Je moet Helen even checken of de rietjes erin zitten. Zitten er allebei in? Ja, zit het erin? Oké, dan gaan we drinken. Dit voelt fijn aan. Ja? Ja. Ik weet het niet. 3, 2, 1. Drinken? Ja, nee. Weet je wat dat is? Mama had een goeie! Heli had gazpacho! Oh, lekker zeg! En ik had water. Hoe vond je het? Gazpacho is eigenlijk gewoon een soort... Ja, is gewoon een koude tomatensoep. Huh? Ja, dat is gazpacho. Koude tomatensoep. Echt? Ja. Maar het smaakt heel anders dan koude tomatensoep. Nou, nu ga ik... zal ik nu maken? Nee. Heli? Oh, ga jij maken? Ja? Oké, nu gaat Heli voor ons dan. Dus ik ga mijn rietje eruit halen. Jij bent het blauwe rietje. Oké, nu is de beurt aan Heli om een vies drankje te maken. Mag ik ook kijken hoe een vies drankje te maken? Ja, je mag voor mij kijken hoor, wat het vieze drankje wordt. Maar je weet natuurlijk niet of je het gaat drinken. Ja. Wat wordt het? Ik denk deze. Eeuw. Is het vies? Oké, wat is het? Het is een smoothie met spinazie, appel. Mag je hoekje geheim bestellen? Avocado, banaan. Maar wat is er nog meer vies hier tussen? Dit vind ik vies. Wat vind jij? Wat is vies hier tussen echt? Dit? Ja, dat vind ik wel heel vies. Ja. Oké, ik heb een goed idee. Want ik denk dat mama denkt bij de vorige net ook iets zat dat daar dit keer niet een vieze zou zitten. Dus ga ik er. Nu naar binnen laten. Ik ga ze dus nu naar binnen laten. Kom maar binnen. Ja? Oké. Helen, welke ga je kiezen? Helen lust ze allebei, dus het maakt niet uit. Eigenlijk. Oh, ik lust ze niet allebei. Oh, ik moet even je rietje erin doen. Je zit er namelijk naast. Zo, oké. En nu jij maar die kant. Ik moet ook. Waarschijnlijk heeft mama ook wel het goede, maar Helen lust allebei, dus ja. Zit mijn rietje erin dan? Ja. Een beetje vies. Ja, maar het kan zijn dat je het goede hebt hoor. Want ik bedoel, Helen lust allebei, dus drink maar. Ik vertrouw je niet, Heli. Nee, je hebt de goede juist, jij. Bah! Gadverdamme. Wat heb jij dan? Oh, dat ziet er lekker uit. En ik heb natuurlijk die andere groene. Vind jij die lekkerheid in de groene? Oh, bah, vies. Maar jij vindt dit toch ook lekker? Nee. Hoezo? Jij drinkt wel eens zo'n groene smoothie. Nu niet meer. Dat ruikt vet zuur, zeg. Boah. Het is wel heel erg gezond volgens mij. Nee, wil je een slokje? Oké, nu is het mijn beurt. Wel lekker zeg. En moeten jullie gaan drinken. Dus gaan jullie maar even op de gang staan. Dan ga ik even lekker een drankje maken. Oké, ik moet dus nu een drankje maken voor hun. En ik zat te denken om ze gewoon allebei hetzelfde te geven. Dus ik ga dat... Deze ga ik eventjes proberen. Dus krijgen ze gewoon allebei hetzelfde zonder dat ze dat weten. Jullie mogen komen! Hallo. Wie gaat er als eerst kiezen? Ik! Nee, ik. Oké, Haley, welke kies je? Ik heb bij allebei niet een heel goed gevoel. Oké, Haley heeft die kant gekozen. En Hayden heeft die kant. 3, 2, 1. Oké, Hayden, ik dacht, jij vindt het wel lekker een kokosnootdrankje. Ik vond het een beetje. Maar uit de kokosnoot zou die denk ik lekkerder zijn. Ja, is die vers. En Hayden, jij vond het niet lekker? Nee. Nee, gewoon geen kokosnoot. Het is gewoon oud. Ik heb naar de datum gekeken. Ja, precies. Ja, het is een beetje zuurig is het, hè? Ja, zie je, want uit kokosnoot kwam toch dat waterige... Deze komt toch uit de kokosnoot? Ja, maar het zal wel een beetje bewerkt zijn, denk ik. Ik denk niet dat dit echt het pure uit de kokosnoot is. Nou, dan zou ik denk ik de pure uit de kokosnoot veel lekkerder vinden. Ja. Oké, Hayden, wil jij een revanche? Wil jij nu een drankje weer maken voor mij en Haley? Ja? Oké. Welke ga je gebruiken? Ja, ik ga kiezen. Oké. Wij mogen wel kijken. Ja, hier, gewoon kijken. Ja. Dan krijg je hem er weer lachen, hè? Ja. Melk? Ja, oh, dat is misschien wel een goeie. Want... Jubby? Oké. Ja. En melk? Ik ga iets naar oor vertellen. Okay. Oh, wat ga je doen dan? Zitten jullie nou hier gewoon... jullie zitten gewoon... We hebben even een momentje nodig. Een strategie. Ja, dat is niet eerlijk, jongens. Jullie zitten gewoon stiekem te overleggen, zeker, zodat ik het vieze drankje krijg, hè? Oké, deze. Maar welke vind je het liefst? Ik denk de melk. Ik ben het melk niet. Ik heb er 2. Goh, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat lopen, jongens. Echt, goh, wie zal het vieze drankje krijgen? Ik heb echt geen idee. Nee. Jij? Ja. Ja. Nou, gaan we naar de handen. Haley mag eerst kiezen, vind ik. Haley, jij mag eerst kiezen. Welke kant kies je? Haley? Jij doet die kant. Oké, jij hebt deze kant gekozen. Dan blijft er natuurlijk nog maar één kant voor mij over. En dat is deze kant. Ik ga hem er even inzetten. Ja, moet jij even in het drinken doen? Kijk wel mee. Dit is eerst groot. Oh, en dan moet je het even in een glaasje schenken. Dan moet je even zo'n wit bekertje pakken. Oké, oogericht. Oké, oogericht. Nou, dat is wel extra spannend, hè? Zit je lekker spieken dan? Nee, dat piek helemaal niet. Doe maar! Oké, wacht, een minuutje moet er nog in. 3. Ja. Zit hij er? 3, 2, 1. Wauw. Gadver. Dat is vies. Dat is melk, maar biologisch. Ja, wauw. Echt biologisch, hè? Ja, het is biologische melk. Ja, nou ja. Het is geen verse melk. Het is zo'n houdbare melk. Dus... Ja, niet zo lekker. Ja. En Haley, jij? Ja, wat heb jij, Haley? Wat heb jij? Voor paarse, chemische... Oh, dit vind ik nog erger eigenlijk. Echt? Zo. Nee, is lekker. Vreselijk. Dat vind ik erger dan de melk wat jij hebt, zeg. Ik vind het lekker. Ja? Oké, welke vonden jullie het alle smerigst? De eerste die ik had. Dat was... wat is het ook alweer? Oh ja, die gazpacho. En jij? Ik denk dat ik het wel weet. De kokosnoot, ja. En ik vond die toch wel. Die jij drinkt, dat vind ik echt heel erg vies. Nee, die mij hieruit kreeg. Oh, ja, die ik kreeg. Dat was denk ik toch wel het vieze groene drankje. Echt? Ja, dat vond ik... Ja, jij vindt dat lekker, hè? Zo'n groen drankje. Ja, eigenlijk had ik maar 1 keer de vieze en jullie allebei 2 keer. Ja. Maar ik vind het wel een hele leuke challenge. Ik had geluk! Helemaal had geluk. Nou, vond je dit weer een leuke video? Dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken, mis je nooit meer video. Doei! Tot volgende week! Doei! Volgende week?